naar het paleis. Daar werd vergaderd. En daar werd besloten toen dat het kabinet in de stad zou blijven. Ik heb dus nog met de vicepresident, dat is dus dokter Hatta, gesproken. Ik zei, ja, als u besloten hebt om te blijven, mag u dan op zijn minst een instructie dat hoewel de leden van de regering gevangen genomen zouden kunnen worden, of eigenlijk zeker gevangen genomen zouden worden, de strijd door moest gaan. Dat heeft hij toen ook getekend. Ik heb dus opgesteld en mijn adjudant in de tijd, Haryono, die is later generaal geworden, die is ook vermoord ook in de 65-coup. Dus later, voor die tijd was hij militair attaché in Nederland. Die heeft het getikt en Mohatta heeft het getekend. En dat was eigenlijk onze instructie om de oorlog door te voeren. En het tweede punt heb ik toen gezegd, dan moet u toch instructie geven naar Sumatra. Dat de ministers die daar waren, de volmacht kregen om een noodregering te vormen. Een greja zo gaan voeren. Ja, dat was een begin. Maar toen de actie kwam, toen de Nederlandse, wisten we niet. En het was al bepaald tevoren dat onze soldaten in Jongja gaan oefenen. En die dag ging ze eerst buiten Jongja. Gingen ze oefenen? Oefenen. En Jongja bleef maar zien een paar bataljons. En Jozef, toen er aanval Jozef zijn ze ook teruggetrokken. En blijven wij in Jongja zonder bescherming. Dus de keuze is, of laten gevangen nemen de Nederlandse troepen, of we kunnen, of ja, we kunnen niet anders kunnen doen. Ja. Want er is in, willen wij naar buiten gaan, moet minstens één bataljon zijn om ons te begeleiden. Dat was er niet? Dat was er niet. En zo zijn we, hebben we besloten om in Jogja te blijven. Toen heb ik zelf als behalve vicepresident en ook nog minister van Defensie een order geven aan de troepen voor te strijden en volken zeggen dat dus het leger te sturen. En toen Sukarno en ik hebben telegram gestuurd aan Sumatra en en Safruddin om de regering over te nemen. Ja, hij was er niet voor geporteerd. Maar waarom niet? Wat wilde hij dan? Niet zo duidelijk, maar als je misschien nu kan rationaliseren, zou ik kunnen zeggen. Een situatie waarin wij toch na een tijdje sterker zouden kunnen worden. En waarin de rol van de politici ook niet zo op de voorgrond zou hoeven te treden. Dus bijvoorbeeld een onderhandeling, meer rechtstreeks met het leger, in plaats van met de politici, die eigenlijk inderdaad onderhandelingen hebben gedaan in een situatie van gevangenschap. Ja, was het natuurlijk waarschijnlijk ook een persoonlijke teleurstelling, dat de politici toch weer met de onderhandelingen gingen strijken en hij met zijn leger moest vechten. Dat kan misschien ook daarin liggen. Maar ik bedoel, het geheel dan, ik bedoel, het is nooit helemaal duidelijk natuurlijk te rationaliseren, maar dat het gevoel is, hadden we dat moeten doen? Was er niet een beter alternatief? Beter in die zin van een meer voordelige overeenkomst. En misschien ook beter in die zin dat de rol van de politici hoeft dan niet eigenlijk zo geprononceerd te zijn.